Het lijkt net alsof ik heel emotioneel ben. Maar het valt allemaal best wel mee. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag maandag. En ik ga lekker ontbijten. En dat is tot nu toe mijn verhaal. Zo. Wat? Oh, het is echt zo verschrikkelijk. Mooi verhaal. Dank je. Ik sta al een tijdje stil op de snelweg. Er gebeurt niet zoveel. Ochtendspits. Is niet echt mijn ding. Ik heb echt respect voor mensen die iedere ochtend in de auto door in de file staan voor hun werk en dan 's middags weer. Het is 5:10. Ik ben zo waar op tijd. Ik heb wel ruim 1,5 uur in de auto gezeten. En dat is best wel vermoeiend. We zijn nu bij Ai. Ik heb net koffie gehad, dus ik ben weer vrolijk. We zijn er klaar voor. We hebben nu alleen nog even onze winterjassen uittrekken. Ja, en dan even fotograferen. Suzanne kennen we natuurlijk allemaal. Barbara, kennen we jou? Hi! Ergens van? Ja, soms wel en soms niet. Soms niet. Barbara is fotograaf vandaag. Soms wel, soms niet. Was jij er toen ook op die video? Nee, ik heb het toen helemaal niet gevlogd volgens mij. Toen we met sneeuw aan het fotograferen waren in zomerkleding. Volgens mij heb je toen geen stories gedaan. Niet gevlogd omdat het gewoon te koud was. Ja, mijn handen hadden het toen te koud. Nee, mijn vlogcamera was kapot. Wat was dat? Dat was het! We hebben een half uurtje foto's gemaakt, denk ik. Ach, wat zit mijn haar mooi. Kunnen we het zien? We zien alleen jou vooral in het beeld nu. Mij? Ja, door de weerspiegeling. Oh, help. Help. Oh, wat tof. Ja. Ja. Lekker casual. Hè? Lekker. Ik vind die bril ook leuk. Die van Run Today. Ik vind die bril leuk. Ze zijn van Gooder en ze zit in een zakje met een flamingo erop. Stretch of zo even doet. Ja, dat is leuk. Oké, de fotoshoot was super leuk. Ik mocht de bril uiteindelijk meenemen. Ik vind hem echt tof. Ik ga nu naar de. Het is inmiddels 10:30. En ik mocht de bril meenemen. Super leuk. En ik ga nu naar Den Haag. Voor een korte run / lunch met Tuur. En dat gaan we doen. En we zijn weer terug. Het is inmiddels 4:30. Ik ga mijn vlog van het afgelopen weekend editen. Daar heb ik super veel zin in. Want het ging over de clubcompetitie. En ik ben heel benieuwd naar die beelden. Die heb ik zelf nog niet eens teruggezien. En een paar uur verder. Ik heb eten gemaakt. Curry. Dat was alweer een paar weken geleden. Maar ik was er eventjes een hele tijd best wel een beetje klaar mee. Alleen nu dacht ik, ja, Tuur wil zo graag broccoli. En wat kan ik anders met broccoli maken? Dus toen werd het curry. Top dat je het gemaakt hebt, Meer. Ja, ik hoop dat het lekker is. Goedemorgen, het is dinsdag. Goedemorgen, fijne dag. Goedemorgen, fijne dag. Tuur gaat nu naar zijn werk. En ik ga ook aan het werk. Het is inmiddels 10:45. Ik luister naar Coldplay. Houdt mij vrolijk en rustig. Ik heb de afgelopen 3,5 uur aan één stuk doorgeschreven. Dat heeft 3 blogs opgeleverd. Dus ik denk dat het nu tijd is om hier wat aan te gaan doen. Ik ben even een pasta voor mezelf aan het maken. Met paddenstoel. En ik mix 2 sausen van Granitalia, tartufo en pesto. En dat is de pasta. Vanavond ga ik op de baan trainen. En voor mijn training wil ik meestal niet zoveel eten. Dus ik neem waarschijnlijk een eierkoek. Of 1 pannenkoek of zo. Maar daarom eet ik nu al eventjes wat meer. Want anders krijg ik honger. En vanavond, na de training, eet ik dan mijn echte avondeten. Dit heb ik trouwens gepresteerd. Echt ontzettend knap. Er zat vrijwel niets. En dan nu. De proef op de som. Is het net zo lekker als dat het eruit ziet. Ik heb nog nooit eerder 2 sausen gemixt. Of in ieder geval niet deze 2 sausen. Dus het is een experiment. Het is ook een heet experiment. Kom op. Oh, ja. Experiment geslaagd. Oké, tijd voor een klein toetje. Ik heb 2 paaseitjes. En dit is de eerste week dat ik paaseitjes gekocht heb.
Ik heb dus... Ja, mijn haar zit voor mijn buis, zodat ik er niet naar hoef te kijken. Ik heb dus... Sinds... Dit ziet er ook wel echt belachelijk uit. Oké. Ik heb dus sinds een aantal jaar... Een soort van regel. Dat ik alleen kruidnootjes en paaseitjes koop in de week voor Sinterklaas of de week voor Pasen. En daar heb ik me dus best wel goed aan gehouden dit jaar. Wat betreft paaseitjes. Kruidnootjes heb ik vorig jaar eigenlijk vrijwel helemaal niet gegeten. Omdat het de week voor Sinterklaas was. De week voor de Malaga Marathon. En het leek me niet heel slim om dan ineens superveel kruidnootjes te gaan eten. De week voor mijn belangrijke wedstrijd. Maar wat betreft paaseitjes, die mag ik nu wel gewoon eten. Dit is melk met cappuccino. En dat is één van mijn favoriete smaken. Andere favoriete smaak is melk met praliné. En we houden het allemaal een beetje in balans met een gemberteetje. Het is inmiddels 4:30 en ik heb vandaag 5 blogs geschreven. Daar ben ik best wel blij mee, want volgende week wil ik een paar dagen vrij nemen. Ik weet niet precies welke dagen, ik weet niet precies wat we gaan doen. Maar natuurlijk vakantie, dus vind ik het wel lekker dat ik niet de hele tijd aan mijn blog hoef te denken. Ik ga wel gewoon mijn diary maken en als het goed is komt er ook gewoon een vlog online komende dinsdag. Dus dat moet ik wel doen tijdens mijn vakantie, maar dat vind ik niet zo erg. Ik heb in ieder geval al een paar blogs geschreven, dus er komt in ieder geval iets online. En dat doe ik de laatste 2 uur hier heerlijk op deze bank in het zonnetje. En dat is echt super lekker. Echt top. 2 keer pasta op een dag. En ook 2 keer spinazie op een dag trouwens. Dat is al 10 uur. Ik moet nog avond eten. Ik heb training gedaan. Samen met Tuurtje. Zo, lekker weer. Het was heel lekker weer. Zo, weinig wind. Ik had 6 keer 1000 in een gemiddelde pace van 3:54. Met 2 minuten rust tussendoor. Een duur die deed ze in 3:00. Met... Soms heb je 2:58 gelopen, toch? 1 keer maar onder de 3. Maar goed, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik heb nog nooit 1000 in de buurt van de 3:00 gelopen. Met 3 minuten rust. Want we hadden starten steeds iedere 6 minuten. Dus hoe sneller je liep, hoe meer rust je had. Dus ik heb al gezegd, volgende keer ga ik harder lopen. Dan heb ik ook meer rust. Goedemorgen, het is woensdag. Het ziet er lekker uit hier. We zijn een klein uur verder. Ik ben echt ontiegelijk moe. Ik heb gisteravond een allergiepilletje genomen, Zyrtec. En ik word daar echt gewoon intens moe van. Gewoon zo'n vermoeidheid die gewoon je armen en je handen en je buik, je voeten gewoon echt overal zit. Ik weet dat ik moet kijken naar een nieuw allergiemiddel of een andere antihistamine. Alleen iedere keer dan... Als ik zo moe ben, heb ik er geen energie voor. En als ik niet moe ben, als ik het dus niet gebruikt heb, dan vergeet ik het weer. Dus dat moet ik echt wel binnenkort een keer gaan doen, want dit is echt niet te doen. Dit is nummer 3 van vandaag en het is zeker niet de laatste. En dan is het nu tijd voor mijn allerlaatste fysiobezoekje in 4 maanden tijd. Of in ieder geval bij Julien. Want die gaat dit weekend voor 4 maanden naar het buitenland. Dus ik moet nu echt goed op gaan letten dat er niks... Oké, mijn fysio had wel goed nieuws. Ik had namelijk een klein beetje een vermoeid gevoel in mijn voeten de afgelopen dagen. Werd wel al minder. Maar het is 100% zeker geen stressfractuur. Dus dat is fijn. Ik ga nu even boodschappen doen. Ik heb hier zo'n blauwe lijn. Ik heb alleen mijn parkeerschijf kapot getrokken. Per ongeluk. Dus het is nu 10:00. Maar ik hoop dat de parkeerwachter dit kan zien. Er zat klem. En ik had geen geduld, dus toen ging ik trekken. In de stad met mama. Mama wordt over 2 dagen 58. Zou je niet zeggen, toch? Echt waar? Echt waar? Word ik dat echt? Ja, ik hoop het wel voor je. Ja. En ook voor mij trouwens. Maar word ik het nu al? Dit jaar? Oh, je bent altijd 38, wat ben jij? Ja, dat bedoel ik. Altijd 38. Ja. Anyway, dat is het verhaal. We gaan even lunchen voor mama's verjaardag, want op de verjaardag is ze in Maastricht. Een cadeautje dat Roos en ik hebben gegeven voor mijn vaders verjaardag. Dat is toch wel leuk dat we dat dan op jouw verjaardag gaan doen. Ja. Het is wel een yes, maar... Het is wel een yes, maar gaan we weer 60 euro uitgeven. Ga je geld uitgeven? Dat je niet echt 100% nodig bent. Ja.
verjaardag vieren doe je met een pokeball. Sure, ik ben nog steeds op dieet, hè? Dus je hebt geen rijst, maar... Maar morgen ga je los, toch? Nou, los. Los. Losser. Los. Gelukkig, op je verjaardag mag je wel, je echte verjaardag mag je wel een beetje... Ik ben er trouwens al, hè. Ik heb het al gehaald. Je hebt gehaald? Ben je onder de 70? Ja. Dat vind ik heel knap, want je bent 1,76 meter. Dus, ik ben heel trots op je, man. Je straalt. Je ziet er goed uit. We zijn inmiddels een paar uur verder. We zitten nu in een regenachtige... iemand die in één keer uitstapt. Hé? Oh, oh. Zo. Oké. Wauw. We zitten nu in de auto. En we gaan naar de kracht. Training. Hé, hey, je hebt helemaal vergeten op te kleden. Nee. Heb je wel een korte broek bij? Ja, die heb ik aan. Die heb ik al sinds vanmorgen vroeg aan. Want die had ik ook aan naar de fysio. Dus ik ben daar zelfs mee naar de stad gegaan. Die zit er al de hele tijd onder mijn spijkerbroek. Dus je gaat niet in die spijkerbroek trainen? Nee, nee. Maar ik ben nog steeds een beetje boe. Ik heb 5 kopjes koffie op vandaag. Oh. Nu moet je het ook gaan. Ja. Ja. De zon is weg. Het is wel een mooie weer om te krachten. Ja, we zijn eigenlijk gaan hardlopen, maar dat hebben we even verplaatst. Naar vrijdag. Toch? Ja, want vrijdag is het Goede Vrijdag. Wij zijn weer thuis en we hebben net eindelijk besloten waar we volgende week naar op vakantie gaan. Dat laat ik nog even tussen Tuur en mij. Dus dat zien jullie in de volgende vlog of op Instagram. Dit is dus curry met courgette, broccoli, paddenstoel en kip. Goedemorgen, het is donderdagochtend en het is paddenkoekenfeest! Paddenkoekenfeest! Ik neem nu even geen wraps met avocado en ei en ook geen smoothie, omdat ik straks een duurloopje wil doen. En ik weet dat die dingen mijn darmen irriteren als ik dat neem voor het lopen. Dus ja. Smarty! En ik vind het zo lief dat jij gewoon met me meedoet. Met wat? Dat jij ook paddenkoeken nu wil eten. Ja, ik vind het vreselijk om pannenkoeken te eten. Vreselijk! Dus wat ik het zo vreselijk vind om altijd maar pannenkoeken te eten, vind ik dat ik er wel eens voor terug, een ijs van Martina of zo voor terug kan krijgen. Omdat ik het aan meedoen hier aan. Goed, als we dan eindelijk een keer mijn pimpels vinden. Ik ben al 2 weken mijn pimpels kwijt. De eerste week was ik hem niet bewust kwijt. En de tweede week nu... Eerst was ik maakte me niet zo zorgen, alleen nu heb ik echt alles afgezocht en nu heb ik nog steeds niet gevonden. Nu maak ik me wel een klein beetje zorgen. Maar ja, het is niet ergens van de wereld. Blokkeren en een nieuwe aanvragen. Misschien een leuk verjaardagscadeau voor mij, Tuur. Een portemonnee. Ik heb dus gewoon een portemonnee. Een pinpas vol geld. Wat? Een pinpas vol geld? Oh, dat is ook leuk. Kijk, in mijn tas past dus eigenlijk alleen mijn camera en mijn telefoon en geen portemonnee. Dus, ja, en mijn iPhone-oortjes. Dus mijn pasjes gaan er altijd los in. En op deze manier ben ik denk ik mijn pinpas verloren. We zijn inmiddels 2 uur verder. Ik ben bezig met het schrijven van een blog. En die is bijna klaar. Ik wil om 9:30 gaan hardlopen. Een rustige duurloop. Ik heb er echt super veel zin in, maar tegelijkertijd ben ik ook echt... extreem moe. Net als gisteren eigenlijk. Ik voel je er graag te onderdrukken. Gefaald. Als ik gaap, ga ik dus tranen in mijn ogen. Ben ik daarin de enige? Het lijkt net alsof ik heel emotioneel ben. Maar het valt allemaal best wel mee. We zijn inmiddels weer een uur verder. We gaan naar buiten om hard te lopen. Je vraagt je misschien af, Annemerel, als je zo moe bent, waarom ga je dan hardlopen? Ik denk echt dat als ik ga hardlopen, dat ik me daarna fitter voel. En als dat niet zo is, dan nou, heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ik heb inmiddels 35 minuten gelopen. 7 kilometer. Ik ga nu omrijden. Ik voel me minder moe dan voordat ik begon. En het voelt echt super.
super lekker. Het is echt zo lekker weer. Ik ben weer terug en ik heb echt een heerlijk duurloopje gedaan. Ik heb 70 minuten gelopen met een gemiddelde pace van 4,56 per kilometer. Ik voel me een stuk meer wakker dan voordat ik begon met lopen. Ik weet niet of ik vanmiddag nog een klap krijg, maar dat zien we dan wel weer. Altijd lachen met mijn Garmin. Echt altijd. Ik heb nu dus echt super veel zin in dit. Maar ik kan ook heus wel verstandig zijn, dus ik ga voor dit. En deze smoothie die ik vanmorgen gemaakt heb met spinazie, banaan en appelpeer framboos. Oké, super veel zin in. Blijf wel gewoon aan de merel, hè. Tijd om deze vlog af te sluiten en te gaan editen. Volgende vlog komt waarschijnlijk vanaf een andere locatie dan Nederland. Maar waar dat precies is, dat zien jullie dan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.